Besteed veel aandacht aan het voorbereiden van goede vragen in een discussie. En als je een goede vraag hebt, hou er dan aan vast. Dat is wat je kunt leren uit het volgende fragment. We gaan terug naar 2006. De Tweede Kamerverkiezingsstrijd mondt uit in een echte tweestrijd tussen de zittende premier Jan-Peter Balkenende van het CDA en Wouter Bos van de Partij van de Arbeid. Welke van die twee zal de nieuwe premier worden? RTL 4 organiseert een debat tussen de beide kemphanen. En in dit fragment zie je dat Wouter Bos een geweldige vraag heeft voorbereid die makkelijk lijkt, maar voor Balkenende vrijwel onmogelijk is om te beantwoorden, en hoe die er vervolgens ook aan vast blijft houden, waardoor Balkenende het met de seconde moeilijker krijgt. Kortom, de tip nadat je hiernaar gekeken hebt en ervan genoten hebt, de tip is: bereid vragen goed voor en hou eraan vast. Geniet ervan. Dat economisch herstel, dat hebben we samen gedaan. En het is niet moeilijk om zo drie voorbeelden te noemen van bijdragen die u gevraagd heeft van mensen met de allerlaagste inkomens. En bijvoorbeeld de bezuiniging op de huursubsidie of het bezuinigen op het armoedebeleid. Dat zijn dingen die de allerlaagste inkomens geraakt hebben. En ook de middeninkomens hebben een bijdrage geleverd. Denk wat u aan hen gevraagd heeft rond fut- en prepensioen bijvoorbeeld. Maar noem mij nou eens drie voorbeelden van iets dat u de afgelopen jaren gevraagd heeft aan de mensen in Nederland met de allerhoogste inkomens. De mensen met allerhoogste inkomens. We hebben gezegd, de mensen in het bedrijfsleven moeten eerst de zaak maar eens transparant maken. Een code tabaksblad. Wat heeft u van ze gevraagd? Ik heb vervolgens gezegd, degenen die bij de overheid werken, dan moeten ze goed kijken van kunnen we tot een normering overgaan. En hetzelfde geldt voor mensen in woningcorporaties, ziekenhuizen enzovoort. Maar laten we kijken voor een normering. En dan zeg ik van, want u doelt misschien op de brief die enkelen hebben geschreven. Nee, ik doe niet op een brief. Het gaat mij erom dat iedereen in zijn portemonnee in Nederland gevoeld heeft dat een bijdrage gevraagd werd om die economie weer op gang te brengen. Mensen die in de bijstand zaten, mensen die dachten dat ze op hun 55ste eruit kunnen. Van hen allemaal heeft u een bijdrage gevraagd. Op veel van die punten heeft u ook nog steun van ons gekregen. Wat u niet gedaan heeft, maar goed, geef me dan twee voorbeelden. Geef me twee voorbeelden van maatregelen die u genomen heeft die alleen de mensen met de hoogste inkomens om een bijdrage gevraagd hebben. De mensen met de hoogste inkomens betalen ook de hoogste belastingtarief. Dat is één. Twee, we hebben gezien dat mensen... Geeft u mij één voorbeeld van iets wat u gevraagd heeft aan mensen met de allerhoogste inkomens. Er zijn ook één voorbeeld en ik ben tevreden. Meneer Wester, Vond je dit nou een leuk en interessant fragment? En wil je eens even testen wat jouw kennis is over beroemde verkiezingsdebatten? En wil je ook nog veel meer beroemde verkiezingsdebatten zien? Doe dan onze Raad de Debater quiz. De link daarnaartoe vind je hieronder. Doe hem snel, zie wat jouw score is. Succes!